Ik moet met u terug, dat kondigde ik u al aan, het wordt nu echt serieus. Het wordt echt serieus. Potverdrie. We gaan even terug naar 1982. Het is 28 jaar geleden natuurlijk. Omstreeks dezelfde tijd, het najaar. In 82, dames en heren, was Nederland er echt slecht aan toe. Nu bewieren allerlei rechtse groeperingen dat we er slecht aan toe zijn. Vanwege, zoals u weet, de linkse kerk. Hè, dat het allemaal mis is gegaan in Nederland is het gevolg van de linkse kerk. Waarom hebben wij in Nederland een omvangrijke groep van immigranten? Dat komt omdat de linkse partijen hun kiezers begonnen te verliezen. En toen hebben ze vergaderd en toen zeiden ze, waar halen we nieuwe kiezers vandaan? En dan hebben ze een gouden idee gehad. Marokko en Turkije. He? En daar komen ze nu vandaan. Als ze binnenkomen moeten ze ook in het geheim een document tekenen. Dat ze de eerste kwart eeuw op linkse partijen zullen stemmen. Ja, ik vertel het u maar, als u moet dat niet verder vertellen natuurlijk, maar dat is de hoofdoorzaak eigenlijk. Ja, hoe het komt dat ook in alle andere Europese landen zich een omvangrijke immigratie heeft voorgedaan, dat weet ik niet of dat ook aan de Nederland. Waarschijnlijk is de linkse kerk in Nederland in feite een wereldwijd opererende organisatie. Dat zou mij een soort van Opus Dei, maar dan onder leiding van Melkert. Hè? En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk is dat. Ja. Dat is ook zo raar dat steeds de suggestie wordt gewekt. Hè, dat de rechtse partijen niets te maken hebben met datgene wat in Nederland tussen 1945 en nu tot stand is gebracht. Hè, want ja, dat is volgens de rechtse propaganda een grote puinzooi. Dat moet ingrijpend hervormd worden. Maar als u natuurlijk iets van geschiedenis weet, dus dat is anders dan Maxime en Mark. Als u iets van geschiedenis weet, dan weet u dat het moderne Nederland een co-productie is van onze drie grote regeringspartijen. Het CDA, de PvdA en de VVD. En soms deze zo en dan soms een al iets andere coalitie, maar dat was in grote trekken. Soms met wat groene franje en soms wat met rode franje, maar dat was in grote trekken de Nederlandse regeringscoalitie. Was er in Nederland een linkse kerk, die had u even naar de, ja, ik denk wel eens zal ik het allemaal samenvatten op een A4'tje en dan aan Maxime en Mark toesturen. Hè? Beste Mark, beste Maxime, ik weet niet precies wat jullie in Leiden hebben gedaan, maar je hebt de essentiële jaar geheimzinnigerwijze gemist. Ja, in minder dan de helft van alle Nederlandse naoorlogse kabinetten is de Partij van de Arbeid vertegenwoordigd geweest. Of ze dan in het geniep via die macht hebben uitgeoefend, dat kan ik, durf ik u niet te zeggen. Maar als Nederland namelijk een chaos is, gaat u eens na wanneer de VVD al zo in de regering heeft gezeten in de afgelopen 15 jaar. Ja, inderdaad. Krak, krak, krak. Je hoort die hersens hun moeite doen. Dat is een van de grote problemen, dames en heren, van de Nederlandse politiek, dat... Het geldt natuurlijk niet voor u, maar de modale kiezer heeft het geheugen van een garnaal. Ja, hij is dus in het algemeen volkomen vergeten deze week wat er vorige week gebeurd is. Ook je wordt wel eens gebeld door tv-organisaties die je dan een commentaar vragen. Dan zeg ik, ja, in een onbewaakt moment zeg ik dan, wist je dat 4 of 5 jaar geleden ook gebeurd is? En dan... Je hoort hoe de redacteur aan de andere kant van lijn zijn adem inhoudt van... Oh, echt waar? Echt waar? He? Dat is heel karakteristiek. De media vinden eigenlijk elke dag de wereld opnieuw uit. He? Dat hebben ze op de school voor de journalistiek hebben ze dat geleerd. He? Dus ze worden wakker 's ochtends. He? Ze kijken op hun Blackberry of wat voor moderne toestellen ze ook mogen hebben... Ze kijken even naar teletext en zeggen, hoe is het gods mogelijk? Hoe is het mogelijk? De Wikileaks, oeh. Dat is een nieuw tijdperk. Er is een nieuw tijdperk begonnen. Het tijdperk van de Wikileaks. Het tijdperk van cyberwar. Daar moet je ook maar eens op letten dat de media hebben, elke week begint er een nieuw tijdperk. En ze willen eigenlijk langzaam naar een situatie toe... Waarbij 2 keer per dag een nieuw tijdperk begint. Een totaal nieuw tijdperk. Waarin alles anders wordt. Ingrijpend anders.
Want wat is er nou uit die WikiLeaks gekomen? Hè? Ja, dat Maxime Hillary zat op te vrijen met iets wat helemaal niet waar was. Hè? Nou ja, verbaast u dat? Voor geen meter. Wat leren we uit de leaks? Dat de Amerikanen van mening waren dat Berlusconi een incompetente, ijdele halve garen was. Wie dacht van, dat is toch niet waar? Dat is toch niet waar? Ik dacht altijd dat het een neef van Ab Klink was. Ja. Ja, maar vrijwel alles wat er uit de WikiLeaks komt, dat had u zelf in binnen 3 minuten gesteld dat u over de betrokken kwestie zou hebben nagedacht. Had u dat zelf ook kunnen verzinnen. Hè? Wat zei ze over Angela Merkel, dat ze de moeder van de porseleinkast was? Nou, dat was mijn indruk eigenlijk ook al. Hè? Ja, dat het een vrouw is die weinig voelt voor grote risico's. Kijk naar de broekpakken die ze aan heeft, dan weet je wat je te wachten staat. Dat heeft ook voordelen. Hè? Ik ben nog opgegroeid met het oude Vrij Nederland, u weet. Ze hebben geloof ik een prijs gewonnen. Ik ben opgegroeid met het oude Vrij Nederland. En in de jaren 60, niet waar, stond er elke week in Vrij Nederland een artikel over het wederoplevend fascisme in Duitsland. En dat als we niet enorm op onze tellen pasten, Dat je dan aan de oostgrens bij nacht en ontij het gerammel van de pansers hoorde die bij Winterswijk de grens overschreef. Waarbij je dan nog als randstedeling denkt, nou ja, Winterswijk. Alleen, hè. En ik moet u zeggen, bij Helmut Schmidt, nou ja, bij Kohl nog weer minder, maar toen ik Angela Merkel zag, toen dacht ik, het is definitief afgelopen met het Duitse gevaar. He? Bij Angela Merkel kun je niet voorstellen dat ze met zo'n monocle in het oog, he, zou zeggen, jawel sir, want Duitsers spreken altijd, he, die spreken gewoon Engels in de film, en af en toe doen ze dan zo'n Duits woordje ertussendoor, om een beetje in de sfeer te blijven eigenlijk. He? Ja, jawel sir, en ze zetten pansers weer in beweging. Interessante vraag voor historici natuurlijk. Zouden de Duitsers nog steeds zo goed kunnen vechten als ze toen konden? Want dat zijn eigenlijk even de drama's van de vorige eeuw. Dat die Duitsers steeds zo retend goed konden vechten. Stel voor dat die Italianen. Neem die Italianen. Ja, helemaal afgezien van Berlusconi. Hè? Maar dat is het sympathieke van de Italianen. Dat ze totaal niet konden vechten. Hè? Ze konden wel, ze hadden wel van die dingen met van die zwarte veren en zo, dat je denkt, godverdrie, dat is zo'n beetje Hans Hille in een JSF-toestel. Maar kijkt u het maar na, in de Tweede Wereldoorlog, het Italiaanse leger valt met reusachtige overmacht de Engelsen aan in Noordoost-Afrika. Valt andere troepen aan in Noord-Afrika, valt de Grieken aan. Hè? Ja, ik dwaal af natuurlijk en ik mis u wel enorm steeds. Hoe had u gedacht dat ik het vandaag zou hebben over Griekenland, dat Italië de Griekenland had aangevallen? Ze hebben toen met moeite hebben ze het Albanese leger geklopt. Dat was er eigenlijk niet, maar het kostte toch nog moeite. En toen hebben ze Griekenland aangevallen en is de aanval binnen enkele dagen doodgelopen. Ja, terwijl die Grieken, ja, u heeft toch natuurlijk die film gezien met die 500 man daar bij Thermopylae. Wie heeft dat gezien, die idiote fascistoïde film? Oh. Ja, dat is zo'n hele kleine groep. Gaat er nog wel eens iemand naar de bioscoop eigenlijk? Ja, toch niet voor een Nederlandse film? Oké. We waren in 82, weet u nog wel? Ik ga u even bij de les houden. We gaan het even in sneltreintempo, gaan we dat er even opzetten. Ik kijk kordaat in de lens. Zo. Dat ze een beetje een punt kunnen zetten bij de montage. Hè? In 82 waren wij daar beroerd aan toe. De Nederlandse economie die kromp al.